Dit is toch fantastisch? Dit is mevrouw Duivenstein. Helemaal gek op Sinterklaas inpakpapier. Ik word helemaal warm van binnen en ik ga helemaal hoeps. Om alvast in de Sinterklaasstemming te komen, is mevrouw Duivenstein deze week special Sint-reporter. Goedemorgen. Bij Sinterklaas hoort marsepein. Daarom is mevrouw Duivenstein vandaag op bezoek bij banketbakker Bart van Vliet. Een marsepeinspecialist. Nou, en ik ga u natuurlijk heel wat vragen stellen, want ik wil er alles over weten. Ja, mevrouw Duivenstein neemt haar taak als Sint-reporter erg serieus. Ik heb een paar vragen opgeschreven. Ik diep ze even uit mijn tasje. Ja hoor, daar komen ze. Daar komen ze. Nou, banketbakker, zet je schrap. Ik vraag me af bijvoorbeeld, hoe lang bestaat de fabriek? Hebben jullie eerst banket gehad en brood? En wanneer is de marsepein ontstaan? In welke jaar of misschien wel in welke eeuw? Wat is de samenstelling? Ik heb wel gehoord amandel en suiker. Maar in wat voor verhoudingen? Wordt er nog meer aan toegevoegd? Bent u wel eens op de televisie geweest? En wanneer zijn jullie hier gekomen? Dan wil ik graag weten van, levert u het dan binnen en dan buitenland? Een ronde vorm. Je ziet heel veel ronde vormen. Ja, heeft dat een bepaalde reden waarom? Waarom heb je marsepeinen varkentjes? Doet u wel eens mee met wedstrijden of regen jullie een bepaalde show? Wie is de grondlegger van hoe de marsepein nu gemaakt wordt? Dan wil ik ook wel weten die naam marsepein. Ja, daar moet wel iets zijn of iemand die dus misschien een zekere meneer Mars of een meneer Pijn of Marsepijn. Dan, wat zit erin?